We weten intussen steeds meer van het virus. We weten dat het virus waarschijnlijk uit een, uit een reservoir van vleermuizen komt. Dat er een tussengastheer is geweest. Een dier die we nog niet weten. En wat we nu zien is dat dus bepaalde dieren... daarin hebben ze het coronavirus al aangetroffen. Een voorbeeld de tijger in de dierentuin in New York. Maar ook in een katten. Welke dieren allemaal besmet kunnen worden met het coronavirus... dat weten we nog niet precies. Wat we wel weten is dat de verspreiding van het virus met name nu veroorzaakt wordt door besmetting van mens op mens. Dus ja, je huisdier kan besmet raken met coronavirus. Als jij nou besmet bent met het virus zelf, hou daar dan rekening mee dat je je hond of je kat niet je hele gezicht aflaat likken. Dan kan je je voorstellen dat je je hond of je kat kan Besmetten, dus doe dat niet. Maar als je verder niet ziek bent, kan je gewoon lekker uh, aaien en knuffelen met je hond of kat. En uh, stel dat nou dat dier dan toch per ongeluk dat virus heeft, dan hebben we er nu geen aanwijzingen voor dat dat leidt tot besmettingen weer naar mensen toe. Dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.